Hoe was het om weer terug te zijn in Nederland? Nou ja, blij weer terug te zijn in Nederland. Alleen teleurgesteld met het eerste resultaat natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat je het eerste kwartier dat totaal ook niet aan zag komen. Want toen was er helemaal niks aan de hand voor jullie. Nee, ik denk dat wij het eerste kwartier redelijk goed stonden. Goed onder druk hadden. Goede kans creëren. En eigenlijk daarna viel de goal. Kregen zij heel iets meer grip. Scoorden ze gelijk. En toen zakte het bij ons echt even weg. En we wonnen zij de duels. En waren ze heel effectief en scoorden ze eigenlijk gelijk 3 goals. Ja, is daar een verklaring voor dat het opeens helemaal instort bij jullie? Terwijl tot aan dat doelpunt eigenlijk helemaal dus niks aan de hand is? Nee, dat is wat ik zeg. Ik had ook het gevoel dat we goed stonden. En daarna denk ik dat we na die goal toch heel eventjes, iets wegzakken. Je zag even dat het vertrouwen een beetje weg was. Dat we niet zo simpel meer de bal kwijt konden. Iedereen toch iets minder aan de bal kwam. En daarin waren zij sterker. En zeker wonnen ze een paar keer die tweede bal. En kwamen ze goed door. En ik denk dat wij daar de wedstrijd zeker hebben laten liggen in dat stukje. Is die kans van Henk Veerman in de wedstrijd, is dat ook jouw beste actie in de wedstrijd? Oh, ik denk inderdaad dat ik daar goed wegdraai. Ik denk dat dit een goed moment was van ons waarbij we een redelijk sterke fase in het begin hadden kunnen belonen. Dat was jammer. En daarna inderdaad ging het een beetje om en creëerde zij de kans. Ja, want jij bent ook gehaald, dat heeft ook Henny Spijkman net gezegd. Kijk, de ploegen zetten eigenlijk Joey Veerman vast en maken daar Heerenveen voetballen mee onmogelijk. Jij bent er juist ook voorbij gehaald om dat op te lossen. En dit is dan een van die weinige momenten vandaag dat lukt. Nee, eens. Ik moet ook meer brengen. Ik denk dat we daarin als groep ook moeten groeien een paar keer. De groep jou ook moet leren kennen. Ik had het na de wedstrijd nog met Henk over. En hij zei, af en toe wil je gelijk die 1-2 maken. Hij zei, dan zal ik op letten. En dat zijn momenten die bespreek je met elkaar. En ik denk dat we daarin nog kunnen groeien. Natuurlijk hoop ik meer te kunnen gaan brengen in de komende wedstrijden. Daar is een goed plan voor gemaakt met staf en fysieke trainers. Dus ik heb daar vertrouwen in. Dus ook de wissel was op dat moment logisch voor je? Ja, we hadden dit van tevoren afgesproken. Dus helaas waren er geen oefenwedstrijden deze voorbereiding deze winter. Het was wat korter. Ik heb gelukkig is dat wel echt moeilijker dan ook? Want eind oktober heb je nog 90 minuten gespeeld. Maar dat merk je dan toch wel, toch 2 maanden niks gedaan in wedstrijden? Normaal gesproken heb je een paar weken vrij en heb je een maand voorbereiding. Als je een maand vrij hebt gehad. Dat is iets anders. Maar ik voel me op zich goed. Dus daarin is gewoon een goed plan gemaakt voor een goede opbouw. Is het dan ook lekker dat er nu heel veel wedstrijden in korte tijd komen? Met allemaal midweekse potjes erbij. Helpt dat dan? Of zeg je eigenlijk niet ideaal? Een beetje. Ene kant wel. Je hebt natuurlijk weer snel je volgende wedstrijd. En aan de andere kant hebben we daar ook gewoon goed over afgesproken hoe we zo'n periode ingaan. Dus ben ik blij dat we na deze wedstrijd snel weer een nieuwe hebben. En dan gaat de communicatie steeds wat beter. Je leert elkaar weer wat beter kennen. Dan moet het goed komen? Nou, eens. Ik moet ook wennen een beetje aan het team natuurlijk. Het team moet aan mij wennen. Maar ik hoop nog goede wedstrijden te gaan spelen hier. En een stuk beter vervolg van het seizoen dan deze eerste wedstrijd met elkaar. Dankjewel. Alsjeblieft.